Ja, voor ik de grootste stap heb gezet doordat Coach Terpstra zei, daar werk ik niet mee, want die is nog een beetje te groot voor mij, denk ik. Daar zou ik wel ooit mee willen werken. Maar die hoorde ik dus tegen een andere comedian zeggen. Je moet dus proberen je teksten niet te leren. En dan gewoon het podium op te gaan, maar dan wel weten welke grap je wil maken. Of wel weten welk verhaal je wil vertellen. Ja. En dan kijken hoe het eruit komt. En als je dat dan 5 à 10 keer hebt gedaan, dan zit die tekst helemaal als een malletje al in je systeem. Ja. En zo heb ik dat eigenlijk geprobeerd. En dat werkt als een tierenlier, want dan wordt het heel erg live. En dan hoef je dus je tekst ook niet te leren, maar dan moet je alleen die grap voelen. En je moet voelen waar je heen gaat, zeg maar. Ja. En de grappen waar je niks bij voelt, vallen dan ook automatisch af. Ja. Dus dat is ongeveer de beste aanwijzing die ik ooit heb gehad van een regisseur die mij niet eens regisseert.